Wat is belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp? Kerken, postkantoor, school, kroeg, een dorpshoes. Kijk, als er geen klandizie meer voor een kerken, banken, school of winkel is, dan worden ze gesloten. Die kennen alle wel de voorbeelden bij ons uit de buurt. Als je nog maar boodschappen nou kent, en ik moet zeggen, de omliggende dorpen hebben allemaal goud georganiseerde supermarkten. Als de bevolking er dan ook maar komt voor meer als een flatboodschapje. Daarnaast, ja, dan gaat de knippen erop en is er weer een voorziening uit een dorp. Ik hoor het wel, het klinkt of een dorp de boodschapjes een stuk duurder zijn. Kijk, als het assortiment in dorpsupers is nooit verleidelijk groot, maar toch keuze genoeg. Met dit voordeel dat je nooit meer uitgeeft als je een knipje aankent. Maar kom nou eens in Winschoten, bij Albert Heijn of Jumbo. Doorval ik me als een pastoor in het bordel. Tjonge, door krijg je spontaan keuzestress. In die handige marketingstrategie op loonlijsten bij de grootgrutters, wordt dat je met je boodschappenlijstje zo groot als Lucifer's Duske de winkel inkomt. En ja, verlaat worden trots en met een te dikke karren vol de winkel weer uitsjaden. De supermarkt is belangrijk in dorp of een stadswijk. Kijk, het doorzit nou in Winschoten de kneep. Stel je in vuur. De lui uit de oostkaarten van Toldams komt over de Nassenstraat of Stikkerloon in Winschoten binnen en komt verzulf op Toldamplein uit, door binnen de winkels in Sociaan zo de lange straat in. Inwoners van de West- en Zuidkaarten komen over het spoor de stad in en parkeren aan de Venne. Door belanden ze in de supermarkt C1000 en gewoon van die route weer de winkelstraat in. Twee publiekstrekkers aan beide flanken van het koopcentrum. Maar ja, C1000 wordt door de gemeente gesloopt. Weg publiekstrekker aan dit site van Winschoten. En het kon niet uitblijven. De winkeliers komen in opstand. In de rollatorbrigade in het centrum is ook de supermarkt in het postkantoor kwijt. Er stonden lijnen van actiegroep met 330 handtekeningen op stapel van Stadhoes. Of het helpt. Hoogspietig, zegt de gemeente, er is geen gegadigde te vinden voor een supermarkt op deze plek. Het pand wordt gesloopt en er komt een plazoentje voor een steen. En weer is de poort onder vaker naar met de winkel op een vlak hoe de markt holt. Dat holt de prijs eigenlijk wel hoog. En de schoffeloos van de groenvoorziening kreeg er extra werk bij. Als er zulke al werkloos C1000 personeel aanmeld heeft om de planten en stroeken op steen van de rollen weggeven te schoffelen, is mij nooit bekend. Loopt wie de gemeente leuk dat de gans supermarktketen is dat winkeltje op dit steen begonnen wil. Zal dat wat zeggen van de kwaliteit van onze koopstad Winschoten? Is het de bestedingspatroon van de gemiddelde Oost-Groninger dat niets meer te maken heeft en ervoor nog een supermarkt een stuiver te verdienen valt? Of heeft het met protectie te maken? Ik las in de kranten dat een winkelier in Winschoten is die zegt tegen de gemeente: hoeveel supermarkten wil je hebben? Ik wies ze wel aan. Jullie hebben je wellicht willens en wetens misleiden laten, of misleiden zelf de bevolking. Voor het steen van C1000 heeft de gemeente al grassoort, stroekerij en fonteintje gekocht. En ook bankjes voor lui dat er straks op zitten gewoon in twee mekaar zeggen: vroeger. Nou, vroeger ja, dan was de arbeider hier in Winschoten. Mooi.